Zeg Ria, we zagen je nog niet zo heel lang geleden ook bij de cd-presentatie van Arie Ribbens. Kom je nog vaak bij oud-collega's langs? Nou, Arie heeft wel een speciaal plekje in mijn hart. En ik was ook helemaal weg van dat nummer met dat kleine jongetje. Dus ja, en ik zie hem vaak bij TV Oranje voorbij schieten. Dus nou, oma wil een toyboy, hè? Is dat iets wat jij misschien ook nog eens een keer zou willen? Een duetje doen? Ja, dat zou ik wel willen. Maar mijn kleindochter wil niet zingen met me. Is dat zo? Nee, ze kan wel zingen, maar ik heb het wel eens gevraagd. Maar ja, dat moet uit jezelf komen. Je moet het niet dwingen natuurlijk. Ze heeft alleen helemaal krom gelegen over dit nummer. Ja, wat wil dat zeggen? Hoe zijn de reacties thuis geweest? Nou, thuis? Iedereen begint te gillen. Ja. Oma is wel leuk. Ze is een beetje maf. Maar ziet ze weer zo'n boy, dan roept ze raf, raf. Hoe kom je erop? Ja, hoe ben je er eigenlijk op? Ja, we hebben het er net over gehad, maar... Gemaakt. Je vertelde net iets, je hebt het achterin een auto geschreven. Ja, achterin de auto. Toen wij vorig jaar van Oldenzaal reden naar een andere snabbel met de carnaval. Ali B zou zeggen, dat komt omdat je in de flow zat. En ik denk, ik ga dat van die toyboy toch doen. Ik had al een heleboel regeltjes, maar toen dacht ik opeens, oma wil een toyboy. Dat is wel leuk. Komt er ook een clipje bij, Ria? Ja, dat moeten we nog, ik weet niet wanneer jullie dit uitzenden, maar dat moeten we nog opnemen. Eind van de maand.